En die hebben we eigenlijk opnieuw gebouwd, zodat hij weer voor de eeuwigheid hier bij de Efteling kan blijven staan. De baan zelf is gelijk gebleven. Je hebt nog steeds twee loopings en twee kurkentrekkers. Maar hij is helemaal opnieuw door de computer berekend. Dus hij is nu een stuk soepeler geworden. Hij gaat volgens mij ook iets sneller. Hij is wat robuuster. Hij loopt wat soepeler. De pilaren die zijn iets wat gedraaid, waardoor de baan beter wordt. Ik ben hier nu 3 maanden in geweest en het was echt van de adrenaline kick is real. Hebben jullie het idee dat hij sneller is gegaan? Ja, dat denk ik wel. Vroeger was het zo van, werd je helemaal door elkaar geshaked en nu voelt het echt heel soepel. Echt, je zou je zo'n dutje in kunnen doen eigenlijk. Zo soepel gaat hij nu. Ja, ja, echt geweldig. Ja. Dus ze hebben de baan eigenlijk bij de eerste afdaling afgeknipt. En tot aan de remmen helemaal gesloopt en opnieuw opgebouwd. Met technieken van nu, van 2018. De originele Python komt uit 1981. Op een gegeven moment was de baan was gewoon op. En die had zijn rondjes gehad. En vandaar dat we hem opnieuw gebouwd hebben. 3, 2, 1, 0! Ik heb niet getimed hoe hard hij ging. Ik had wel het gevoel dat hij ietsje sneller ging dan hiervoorheen. Maar het is nu winter, dus dan gaat hij ook iets langzamer vanwege de kou. Het is nu het begin van de dag, de wielen zijn nog niet helemaal ingedraaid. Ik denk dat hij straks in de zomer nog sneller zal gaan. Het proces heeft in totaal 12 weken geduurd en dat is extreem kort. Dus we hebben hier dag en nacht gewerkt. Maar nogmaals, ja, de Efteling zonder Python kan eigenlijk niet. Er staan nu honderden Efteling-fans te wachten bij de poort om nu een ritje te kunnen maken. Want die hebben hier maanden naar uitgekeken. En ja, dat kan vandaag.